Anje, we lopen zo naar jouw ouderlijk huis. Jarenlang hier gewoond, veel herinneringen. Ja. Ja. Hoe ervaar je dat nu? Wat doet dat met je? Nou, weet je, de vrienden van ons die wonen hier. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar het is voor mij alweer 18 jaar geleden dat het allemaal is gebeurd. Ja. 2003, moeder overleden, 6 weken later mijn vader. Ongeluk heeft hij nooit meer gewoond. Anje, jouw vader heeft de versieringen in dit portiek aangebracht. Kun je dat nog herinneren als kind? Want het moet wel indruk hebben gemaakt. Nee, heel gek. Want ik ben de jongste, nummer 8. En hier hebben natuurlijk van die hele mooie metrotegeltjes onder gezeten. En die heeft hij op een dag gewoon de prachtige tekeningen eigenlijk gemaakt, maar gestuukt, hè? Zit beton, zwart geverfd. En ik vond het gewoon. Misschien ben ik het zelf, we hadden geiten. En ik was er altijd mee aan het spelen, ik vond het geweldig. En misschien is dit gossen, zou kunnen. Maar misschien is het ook mijn oudere broer, je weet het niet. Maar je ziet de vogels en de dieren en de bloemen en de vissen. En of het nou het christelijk symbool is, dat weet ik niet. Maar ja, ik vond het als kind gewoon. Gewoon, het was er. Ja. Zullen we er binnen gaan? Ja, zeker. Ja. Doen we. Zo. Het is een brief uit 20 mei 1949. Toen was hij nog maar net opgenomen in het Noordersanatorium in Zuidlaren. Het is ook de allereerste brief die we hebben. Lieve allemaal. Geweldig bedankt voor de goede en lieve berichten. Heb geen zorg over mij. Ik ben in de mooiste omgeving die een mens zich kan voorstellen. Hartelijke groeten en wees Gode bevolen. Klaas. Of hij nou echt een schrijver was, ik heb zo mijn twijfels. Zeker in de beginperiode, maar later zijn er nog een paar andere periodes, dan merk je dat Hinke, zijn vrouw, bijna moet bedelen om brieven. Dus je merkt een heel grote terughoudendheid. Het duurt soms dagen en dan schrijft Hinke van, ik zit op een brief te wachten. Ik zit op een brief te wachten, waarom schrijf je nou niet? Dus in die zin, een briefschrijver was die niet. Ja. Anje, we zijn nu in het atelier van je vader. Kwam je nou als dochter hier vaak bij je vader, kwam je kijken of mocht je niet komen? En hoe ging dat eigenlijk? Ja, de deur staat altijd open. Ja. Ja, geen punt. Ja, weet je, het was natuurlijk, het was hier prachtig, het was warm. En ik heb altijd het gevoel, als het in de winter was, dan had hij daar een godin. En daar had hij dus steenkool in en die stond dan te branden. En hier zat hij met, hier was de drukpers. Daar stond een schilderzezel. En hierachter een hele grote tafel. Kijk, dit is er later ingekomen, maar een grote tafel waar hij alle tekeningen en waar hij bezig was. Ja. Hey, en ging dat de hele dag door? Of wel, was hij s'avonds even aan het schilderen? Of, hij moest overdag werken. Ja, ja. Ja. Huis schilderen. Ja. Brood op een plank. Ja. Ja. Maar hij had wel tijd voor jullie? Of was, ja. was hij altijd met zijn schilderwerk bezig? Nou, ik denk en. Weet je, wij waren met z'n achter. Hm. En ik denk dat hij dan gewoon dacht van ja, nou, ze redden zich prima. Ja, ja, ja. Ja, ja, denk ik. Ja. Ja. En zijn jullie als kinderen ook geïnspireerd geraakt? Kwam je hier ook en ging je zelf ook tekenen, schilderen? Mocht je gebruik maken van zijn spullen? Nee, dat deden we niet. Het was wel een beetje een heiligdom. Ja, ja. Kijk, en later kwam daar in die hoek de telefoon te staan. Ja. Dus toen kwam iedereen die vloog naar binnen om die telefoon. Ja. Hè? Ja. En, maar dit was gewoon zijn domein. Ik heb later wel eens gedacht, dat was voor hem natuurlijk heerlijk. Ja. Hij deed ook wel de deur dicht. Even niet al dat lawaai om zich heen. En je moeder, die vond dat prima? Die accepteerde dat? Helemaal. Of zei die van nou, kom nou eens uit je atelier? Nee. Ja. Ten eerste was mijn moeder echt een lezer. En overdag was ze aan het werken in het huis natuurlijk met die 8 kinderen. Maar het was gewoon, zij stimuleerde hem juist om te werken. Mooi. Ja. Heel erg. En in de winter, dan was hij hier bezig, maar over het algemeen. Hij ging er gewoon op uit, hè, naar de mensen. Ja. Kijken. Ja. En kreeg je ook bezoekers hier, mensen die zijn werk wilden bekijken of nodigde hij mensen uit? Ja, zeker. Ja. En ook, ja, weet je, dat op een gegeven moment dan is dat bekend natuurlijk. En hij had toch wel een brede kring van mensen door de loop der jaren heen om zich heen verzameld. Nou, hier op de tafel heb ik twee doosjes liggen. Ze zijn prachtig door de familie Koopmans, de kinderen Koopmans hebben dat allemaal gerubriceerd. Ik denk dat we dan, ik heb ze niet geteld, maar dan praten we niet over tientallen, maar we praten over honderden brieven in totaal.
in een periode van 1949 tot 1963, zo heel grofweg gezegd. En dat zijn brieven, niet alleen brieven die hij zelf geschreven heeft, maar ook brieven die hij ontvangen heeft. Maar de bedsteden zaten er wel in, zitten er nog in. En hij bewaarde dus, zij sliepen daar niet in, maar ze hadden dus een bok met allemaal tekeningen erin, weet je wel. Konden ze bewaren, schilderijen tegen de wand. Maar je ziet wel, ik denk dat het getamponeerd is, mooie oude schilderingen, zeg maar, hè, versieringen en de oude kleuren nog. Maar dat zijn de versieringen en kleuren nog uit de beginperiode. Ja. Jouw vader heeft hier niks aangebracht. Nou, ik denk... Of heeft het zelf gedaan, want het zijn wel zijn kleuren. En ik heb altijd gedacht dat die schabloons erboven, dat heeft mijn paken nog gemaakt. En kijk, hierboven in die hoek, zie je dat? Die uitsneden, dat zijn schablonen. En dat kon hij als de beste. Mijn vader zijn vader. Anje, we zijn nu in het woonhuis in Garijp. Ja. Hoe was eigenlijk zijn relatie met het dorp? Kende iedereen hem? Ja. Deed hij dingen in het dorp? Had hij functies? Nee, helemaal niks. Nee. Hij is hier geboren, 1920, midden in het dorp. Ja. Zijn ouders zijn hier naartoe verhuisd vanuit Jesthem. Andere kant bij Sneek. En dus hij is hier helemaal opgegroeid. En toen was het echt een boerendorp. Prachtige boerderijen midden in het dorp. En gemengde bedrijven. Dus het koren stond bijna tot aan de dorpskern. Schilderachtig. Ja. Dus hij maakte zijn eerste werk in het dorp. Hij heeft ook geen brieven geschreven met het idee van... goh, ik ga literaire brieven maken en die later publiceren. Een aantal van die brieven, of fragmenten daarvan, is nu ook uitgegeven in jouw boek. Was het moeilijk om een keuze te maken? En heb je ook gedacht van, nou, dit is te intiem, dat sla ik over? Of dat wil ik niet prijsgeven aan de openbaarheid? Nou, in die zin waren ze niet heel intiem. Maar goed, je komt wel heel dicht bij zijn ervaring. Ik denk, als ik aan het woord therapeutisch denk, dan springt voor mij in mijn gedachten één woord wat heel vaak terugkomt, is geduld. Geduld leren, geduld oefenen en dat juist ook niet kunnen. Daarover ontspint zich in al die brieven een heel duidelijk gesprek tussen aan de ene kant Hinke, zijn vrouw, zijn moeder, die erg op dat aanbeeld voortdurend slaat, en Klaas Koopmans, die aangeeft dat hij dat niet kan, geduldig zijn. Dus in die zin is dat wel een heel bijna therapeutisch gesprek wat erover plaatsvindt. Jazeker, ja. Dus toen ze voor het eerst naar het museum gingen en elkaar inspireerden, want die vier schilders kwamen dus bij elkaar iedere maand. En die gingen toch een beetje genadeloos elkaar toch wel bekritiseren. Ja, ze zijn ook volgens mij naar het Stedelijk geweest, naar het Rijks, maar dat moet je dan ergens lezen, want mijn vader hield geen dagboeken bij. En ik denk dat mijn broer daar wel meer van weet, misschien mijn zus ook wel, die de archivaris is. Maar ze gingen dus wel reizen en ze hadden dus later pas die invloeden vanuit Groningen. Ja. En Pierre Verdema was meer dan was ook 10 jaar ouder. En Sjoerd Huizinga, die had een zaak in Haren. Ja, die hadden meer natuurlijk die invloed al geproefd. Was natuurlijk ook onderdeel van het Friese culturele leven in die jaren 50, 60. Hij was lid van de schildersgroep Ineline. Hoe kom je dat culturele milieu tegen in die brieven? Kun je daar iets over zeggen?
Nou, niet in de kunsthistorische zin, dat ze met elkaar dingen aan het bespreken zijn. Soms komt er wel eventjes in de brief iets aan de orde van dat er een tentoonstelling geopend is en dat ze dat mooi is en dat er veel mensen komen. Maar dat gaat er niet inhoudelijk op in. Maar de mensen uit de Inelinegroep, die hebben wel brieven naar hem geschreven. En in die brieven vind je heel duidelijk iets terug van de verbondenheid met elkaar. En misschien is het goed als ik daar even een citaat uit voorlees. Pier Feddema, een van de mensen van Inelinen, die schrijft dan, en het is oorspronkelijk in het Fries, maar ik heb het voor de toegankelijkheid vertaald in het Nederlands. Als je straks maar eerst goed kunt uitrusten en weer beter wordt, want dat willen we allemaal. Je gezin, je ouders en je vrienden, graag. Je bent een onmisbaar element van Inelinen. De spreker met humor, de man die het mooi kan zeggen. Maar nog veel meer de overtuigde christen die de eenheid in Christus ook wil beleven in zijn eigen dorp, in de hele wereld, de idealist van het Godsrijk. Ja, ja. Nu met dat citaat wordt ook duidelijk hoe blijkbaar in die groep het geloof een belangrijke rol speelde. Speelt het geloof ook in die brieven een belangrijke rol? Ja, ik heb begrepen van de groep Inelinen dat als ze bij elkaar kwamen met enige regelmaat met z'n allen, dat ze dan eerst met elkaar het werk gingen bespreken wat ze gemaakt hadden. Dus ze lieten elkaar zien wat ze gedaan hadden. En dan werd het op een gegeven moment bijna formeel afgerond. En dan gingen ze praten over de laatste preek van afgelopen zondag. Dus dan kwam dat aan de orde. Klaas Koopmans was en de hele familie Koopmans een heel betrokken familie, kerkelijk gezien ook in Gerijp, zo heb ik ze ook leren kennen toen ik predikant in Gerijp was. In de brieven komt dat heel vaak aan de orde. Met name in de periode dat hij in Franeker zat, in de eerste keer in Franeker. Toen is hij daar ruim 3/4 jaar opgenomen geweest. En nog wat toegespitste, met name zijn moeder. Die zelf ook opgenomen was geweest in Zuidlaar in het psychiatrisch ziekenhuis. Die raakt voortdurend die geloofslaag bij Klaas Koopmans aan. Ja. Voelde hij zich nog wel thuis in zijn tijd of zat daar iets van spanning? Ja, weet je, toen dacht iedereen, ach ja, die man die weet niet. Hè? Ik bedoel, je moet economisch verder. Je moet gewoon verder. Dus alles wat toen schoonheid was, dat zagen de mensen waarschijnlijk niet. En je moest gewoon verder. En hij was dus iemand die niet meetelde in dat denken. En dat had hij op meerdere fronten. Dus hij in die kunstwereld, in die hele grote kunstwereld, voelde hij zich natuurlijk ook niet thuis. Want hij woonde op het platteland. Hij ging naar de kerk. Hij was een gelovig iemand. Als je zo meteen die gang binnenkomt, dan zie je de voetwassing van Jezus. Hij zag daar waarde in, omdat je dan geleerd wordt op de knieën voor een ander die niet hoogmoedig of weet ik veel. Daar zag hij waarde in. Maar je viel wel buiten heel veel dingen. En ook binnen het dorp moest hij zijn brood verdienen met een schildersbedrijf. Maar niemand had eigenlijk toch echt oog voor zijn schilderijen. Betreft het, de houding van Klaas Koopmans. Ik kom je eerder iemand tegen die worstelt met zijn aarzelingen en met zijn gevoel. Dus daarom vind ik die brief van Inelinen zo mooi, van Pier Feddema, dat hij hem juist als het ware op een neerzet van we missen je. Want ik heb vaak het gevoel bij Klaas Koopmans dat hij zich de mindere van anderen vond. Want hij kreeg natuurlijk altijd hele positieve waardering. Ja. Maar hij bleef altijd zeg maar twijfelen en aarzelen. Ja. Ja. En later zie je veel meer de mensen eigenlijk. Hè. Het was echt een mensenmens. Hij hield heel erg van een beetje een type die niet. De mensen die dus niet binnen de misschien altijd de gekaderde lijnen liepen. Of die een andere achtergrond hadden. En daar waar de waarheid nog werd gelezen. Ja. En dat vond hij fantastisch. Dus hij had heel veel figuranten. Ja. Ja. Dat waren zijn figuranten. Ja. Ja. Zoals later gestichtstekeningen. De kwetsbare mens. Ja. Mensen die niet waren zoals iedereen.
Hoe heeft hij eigenlijk die gestichtstekeningen gemaakt? Heeft hij ooit kunnen bevroeden dat die ook als misschien ook wel als de top van zijn werk zouden worden gezien? In de jaren 70 dan opent de bekende galerist Tom Mercure zijn galerie in Vraneker. Er hangen allerlei beroemde kunstenaars, maar daar hangt ook Klaas Koopman met zijn gestichtstekeningen. Had Klaas zelf in de gaten dat juist dat werk zo gewaardeerd zou worden? Nee, ik heb hem natuurlijk in die periode niet leren kennen, pas later. Maar ik heb van de kinderen begrepen dat dat besef bij Klaas Koopmans niet alleen de jaren 70 pas is doorgedrongen, nee, zelfs veel later. Vandaar dat er toen op een gegeven moment besloten is om de stichting Klaas Koopmans op te richten. Juist om deze gestichtstekeningen te bewaren. Want Klaas ging daar zelfs nou heel royaal mee om, zou ik bijna willen zeggen. Als er mensen bij hem op bezoek kwamen en die gingen die gezichtstekeningen bekijken. En die zeiden na afloop van zo'n gesprek, die vind ik wel mooi, mag ik er eentje meenemen? Dat met enige regelmaat zelfs is gebeurd. En we hebben geen idee waar die allemaal terecht zijn gekomen. Dus nee, de waardering voor deze tekeningen, dat is bij hem misschien persoonlijk wel, maar dat zo maatschappelijk en cultureel gewaardeerd zou worden, dat is pas een besef van veel later datum. Ja, ja, ja. En als hij landschappen schilderde, dus hier in de omgeving, maar ja. Trok je er dan ook op uit? Ging hij ergens heen? Had hij favoriete plekken? Ja. Was het ook wel verder weg, buiten de provincie? Jawel, maar ja. Hij was 40 toen hij pas kon autorijden. Dat was 1960. Ja, dat hadden we ook nog. Ja, ja, de auto. Dus de auto. Ja. En ja. Toen werd de wereld helemaal geopend. Ja. He? Ja. Daarvoor deed hij alles op een fiets. Ja. En als vrienden van Ineline kwamen ze uit 4 windstreken uit Friesland. Maar dan gingen ze met het openbaar vervoer. Ja. En dan gingen ze met z'n allen, ontmoeten ze elkaar ergens via de trein, tram, bus, Groningen. Ja. Was hij een schilder van het land of ook van het water? Nee, veel meer van het land. Ja, ja, ja. Veel meer van het land. Ja. Klaas Koopmans en Friesk, dat is één. Ik weet nog heel goed dat ik toen in Garijp kwam wonen, dat ik zeer geïmponeerd was door niet alleen dat hij Fries sprak, maar zulke prachtige, hele oude woorden, uitdrukkingen, schitterend. Dus het is allemaal Fries. Ook Hinke, die veel... veel moeilijker in het Fries schreef, heeft vanaf het begin geprobeerd, dat schrijft ze ook in een van de eerste brieven, ik ga het ook in het Fries doen en ik ga het proberen. Flaters of niet, ik ga het doen. En dan zie je, misschien wel een aardige anekdote om te vertellen, wat er kan gebeuren in het beleid van een inrichting. Want hij praat Fries, schrijft Fries, en op een gegeven moment ontstaat er een conflict. Hij is weggelopen. En hij wordt weer teruggehaald. En dan krijgt hij als straf opgelegd dat hij de eerste tijd niet meer in het Fries mag schrijven, maar in het Nederlands. Want dan willen ze, dan kunnen ze nagaan wat hij schrijft. Want daar in Zuid-Laren kunnen ze geen Fries lezen. Dus ze waren bang dat hij aan de kinderen of aan de familie of aan Hinke dingen zou schrijven waarvan zij achteraf dachten, hadden we het maar geweten. Dus de taal... Verandering als een straf. En dan schrijft hij over die dokter Dof, een aardige man waar je heel gewoon mee kunt redeneren. Hij had vanaf het begin een goed contact met die dokter Dof. Dof begreep Klaas Koopmans. Hij mocht van hem schilderen en tekenen. Het contact was zelfs zo goed dat hij, toen hij vertrok uit Zuid-Laren, al de tekeningen en schilderingen die hij daar gemaakt had, aan Dof geschonken heeft. En als tegenprestatie gaf Dof hem een schildersezel. Een schildersezel die hij gebruikt heeft, Klaas, tot het eind van zijn leven.
En ook nog wel heel aardig is dat hij in deze brief ook iets schrijft aan zijn Beppe. Dat wil zeggen aan zijn moeder. En hoe gaat het nu met Beppe? Ja, wie had dat gedacht, Beppe, dat ik hier nog eens terecht zou komen. Op een dergelijke manier. We hebben in gezonde dagen misschien wel eens te weinig gedacht aan de mensen hier. Hoeveel ellende er wel heerst hier in dit ondermaanse. Dat wordt door maar zeer weinig mensen begrepen. Maar ik voor mezelf moet al zeer dankbaar zijn. Het is genade, louter genade dat ik in zo'n recordtijd opgeknapt ben. Nu met beide poppen, veel liefs. Van Haiti. We zijn nu zo langzamerhand aan het eind van de rondleiding door het woonhuis. Wat interessant is, is dat de huidige bewoner blijkbaar ook helemaal onder de indruk was van het werk van je vader. Eigenlijk is dit wel een representatieve collectie, hè? Ja, ja, dat is prachtig. Hij heeft toen een hele map, denk ik, gekocht. En er hangen een drietal werken van zijn hand. Tenminste, die twee herken ik van Sietse Bruinsma. En de rest, dat zijn allemaal tekeningen van mijn vader. Ja, ja, ja. Dus dat werk is van de huidige bewoner, die helemaal geïnspireerd is hier. Ja, aquarel. Ja. En wat je hier ziet is eigenlijk de kern van het werk van Klaas Koopmans. De mensen, ja. Het landschap, maar ook die prachtige, wat ruige, grote robuust lijnen. Ja, de dieren, ja. Prachtig, ja. Hè? Ja. Ja. Mooi dat we hier in het woonhuis nog zo die representatie van zijn hele oeuvre kunnen zien. Hij is eigenlijk nooit weg geweest. Nee, precies. Nee.